Goedenavond allemaal, bonjour à tous. KSK Heist, Excelsior Virton, resultaat 3-2, eindresultaat 3-2, wat een wedstrijd. Bij mij de twee trainers, Frank de Failly voor Excelsior Virton en voor KSK Heist, Karel Keleman. Zij zullen hun mening geven over deze partij. Ils vont donner leur avis sur le match. Je donne d'abord la parole à monsieur de Failly. Bonsoir. Analyse de match très difficile et compliquée évidemment quand on est dans la peau de l'entraîneur de l'Excelsior Virton aujourd'hui. Tout simplement, je pense qu'on commence très bien le match. On fait ce qu'il y a à faire en termes de circulation de balle, en termes de mouvement sur le terrain. C'était intéressant. On réussit pas à faire le plus dur. C'est ce que exactement j'ai répété aux joueurs dans le foot. Le plus dur, c'est d'aller au bout et de maintenir un résultat. Aujourd'hui, je pense tout simplement qu'on a perdu le match sur le plan mental. Là où l'adversaire l'a gagné, nous on l'a complètement perdu et on a sans explication plus retrouvé quoi que ce soit. Une équipe désorganisée qui ne faisait plus les efforts ensemble, qui ne défendait plus vers l'avant, qui regardait simplement l'adversaire. Et à partir du moment où tu mènes 0-2 et que c'est 1-2, tu sais que mentalement c'est aussi compliqué. C'est là qu'il faut être fort. Là, on n'a pas été. Voilà, je pense qu'on a on n'a pas su réagir tout simplement à l'abnégation apportée par l'adversaire et on s'est contenté de penser qu'on était beau et qu'il ne pouvait rien nous arriver. Voilà, c'est aujourd'hui sans doute le match référence de ce qu'il ne faut pas faire en football et s'en servir surtout pour la suite. Je dis toujours que des joueurs gagnent les matchs et l'entraîneur le perd et vice versa. Mais aujourd'hui, je ne vais pas accabler mes joueurs, je vais surtout les protéger et on va analyser ensemble les raisons de la défaite sous tous les angles. Qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit tactique. Je pense que tout doit être revu par tout le monde de manière à ne plus reproduire et ne plus tomber dans un même scénario qui peut faire très mal à un groupe. Et donc voilà, on a vu ça en Europa League avec Shakhtar, je crois, ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Zenit, voilà. Ça fait partie du foot. Quand on est dans la peau de mon collègue, je pense qu'on est super fier, super heureux. Et quand on est dans la mienne, aujourd'hui, on l'est beaucoup moins. Et voilà. Donc il faut profiter, il faut se servir des bons moments, mais aussi des mauvais. Quand on veut avancer avec une équipe, avec un club. Et aujourd'hui, ben, on va calmement revoir un petit peu tout ça. Et surtout, chacun prendre ses responsabilités par rapport à ce match. Oké, merci pour votre réaction, monsieur de Failly. Dan nu het woord aan de winnende trainer, Karel Keleman. Hoe heb jij deze partij ervaren, Karel? Ja, ik zou eerst willen zeggen dat Frank een zeer eerlijke en analyse geeft van de wedstrijd. We wisten dat Virton een zeer goede ploeg was. We hadden de wedstrijden gezien die ze gespeeld hebben. Een zeer volwassen ploeg, heel veel kwaliteiten. Goed, wat bij ons jammer is dat we de eerste helft eigenlijk een beetje onnodig het doelpunt weggeven. We weten dat Bouba eigenlijk geen kans moet krijgen om te scoren. En als je hem die kans geeft, dat het dan dat je achter staat. Dus diezelfde fouten hebben we ook gemaakt tegen Oosterzone. En daar hebben we natuurlijk een werkpunt waarin dat we daar toch achter staan, een beetje door onszelf. Op dat moment was Virton, zo ben ik mee akkoord, zeer sterk begonnen. Heel veel goede barcirculatie, in het Frans zeggen ze vif. Heel zuiver ook, technisch goed, veel loop. Daar doet het moeilijk mee. We zijn vooral in het centraal middenveld dat doet daar heel moeilijk mee, want daar was altijd een vrije man voor hen. Dus we kunnen ons een beetje herstellen de eerste helft. En we hebben niet zoveel kansen gehad de eerste helft, want dan vond ik Virton wel de betere ploeg.
We hebben dan een beetje pech met die bal op de lat van Bart. Dat is voor het doelpunt. Nu tweede helft hebben we wat hoger gaan spelen. En, ja, we krijgen eigenlijk op dat moment dat we dan de wedstrijd al een paar goede kansen in de wedstrijd krijgen. Krijgen we eigenlijk het doelpunt binnen van 0-2. En dat was op dat moment in de tweede helft wel een beetje tegen de gang van het spel in. Maar goed, dan weten we dat het... Vertoos is een heel ervaren ploeg. En dan hebben we risico gepakt om met drie te gaan spelen achteraan. En met twee spitsen te gaan spelen. We hadden al wat kansen laten liggen. En dan maken we die doelpunten wel. En ja, dan ben ik akkoord dat op dat moment wij elke tweede bal hadden. Elk duel wonnen. Je zit natuurlijk in die vibe. En dan scoorde in die vibe ook de 2-2. En ja, dan weet je dat in zo'n wedstrijd dat moet je blijven gaan. Want speels vroeger aan mij gaan we nu terug met vier spelen achteraan. Ik zei nee, met drie blijven spelen. Ik zei tegen Hugo en Wadikwa, ik zei waarom? We hebben de wedstrijd in handen, laat ons met drie blijven spelen. En dan, ja, dan lukt plots alles. En ik kan mij heel goed in de huid van Frank zetten. Twee weken terug zat ik hier na de 0-3 tegen Oosterzone. Ik weet toen dat ik hier heel slecht geslapen heb. Dat lag niet aan de bed en breakfast van de Hollenhoeven, maar dat lag wel aan het resultaat en de manier waarop. En ik weet dat als winnen en verliezen voor een trainer is een wereld van verschil. Nu tegenover Frank zou ik willen zeggen dat zijn ploeg, de beelden die ik gezien heb, een zeer mature ploeg is. Een ploeg die voor mij altijd op 5 gaat spelen, een zeer goede ploeg ook is. En ik ben akkoord en dat vind ik klasse van een trainer dat niet zijn spelers afvalt, maar dat wel zegt, ik moet mijn spelers nu beschermen en hieruit lessen trekken voor de toekomst. Dat hebben we ook gedaan in Oosterzone en dat zullen wij nog meemaken. Dus als je wint, dan is het... Is het leuker trainen de dag erna? Morgen vroeg zal het een leuke training zijn met een ontbijt. Maar als je verliest, moet je die trainingen ook doen en moet je leren uit je fouten. Dus ik vond het, voilà. Dat is eigenlijk samengevat. Voor ons is het een leuke avond. Het is mooi. Ik wens Frank ook heel veel succes volgende week en in de rest van het seizoen. Dus dat is het. Okay. Dank u wel voor deze reactie. Karel Keleman, zijn er vragen? Il y a des questions aan een van beide heren? Geen vragen, dan sluit ik de persconferentie hier af. Fijne avond allemaal en tot de volgende keer.